Dag. Hou maar, hou maar, hou maar. Dag dames en heren, thuis. U hoort het vanuit Medemblik en het wordt allemaal ontzettend gezellig. U weet het, echt een zomerprogramma. 8 graden is het geloof ik en windkracht 9. Maar dat mag allemaal de pet niet drukken, want het is gezellig en dat moet het ook worden. Ik ga even de jury aan u voorstellen die vanavond beschikbaar is gesteld door diverse omroepen. En om te beginnen met een vermaard pianist. Een man die zeer succesvolle programma's presenteert. Babylonië, Music Gallery, Pim Jacobs. Hallo Pim. Dan hebben we in het midden een hele mooie vrouw, actrice, regisseur, speelt een hele belangrijke rol in Siske de Rad. En dat is aardig, want we hebben vanavond ook Siske de Rad playback. Willeke van Ammerooy, hallo. Hallo. Karel Rolman, NMS-man, programma Omnibus. Hij doet zoveel dingen al zo lang. Ik weet nog te herinneren dat ik als jongetje van 17 mijn eerste interview had bij jou in de studiogids. Jij weet het niet meer te herinneren, maar ik weet het nog wel. Maar het was een leuk stukje, dus ik heb het onthouden. Dankjewel, nog steeds. Theo Stocking. Oké, dat zijn de juryleden van vanavond. En ik ga even de kandidaten aan u voorstellen. Kijkt u even met me mee. De Darts, Culture Club, de Parelvissers, Nena en de eerste is Siske de Rad. Ah, wat geen omroep is gelukt, is de KRO gelukt met Siske de Rad. Dat klopt, hè? Alleen deze Siske is een meisje, hè? Ja. Vertel eens eventjes, waarom ben je zo gek van Siske de Rad? Ja, er zijn heel veel meisjes die verliefd zijn op Siske de Rad. Maar jij bent nog een ietsje ouder. Ja, ik vind het gewoon een heel lekker jong. Je vindt het een lekker jong? Ja. Hoeveel keer heb je de film gezien? 1 keer. 1 keer, nou was dat genoeg om helemaal Siske de Rad uit te beelden? Ja, zal wel. Ja. Okay. Is dit een gek idee? Dat wil ik er van Ammerooy. Je moeder dus eigenlijk een beetje nu in de jury zit. Eng, hè? Ja. Ik heb de film nog niet gezien, maar ik begrijp dat je er vermoord op het eind van de film, hè? Ja. Nou, toch een beetje link, hè? Ja. Goed, nou, ik zie dat je weer een telegram hebt. Dat gaat maar door, hè? Wat staat erin? Je mag hem zelf voorlezen. Heel veel succes van Theo van der Wetering en Gijs Steenbeek en van de Ponyclub Hagenouw. Okay, ik wens je ook veel succes. Eerste kandidaten. Even opnieuw opkomen. Wat zeg je? Even opnieuw opkomen. Ze wil opnieuw opkomen, dat mag. Ze wil 2 keer opkomen op 1 avond. Dat kan toch? Nou, dan kondig je het leuk aan. Ik kondig je maar 1 keer aan, hè? 6 keer de Rad! Graag toch allemaal de kleren. Val voor mij wat allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig toch wel in de goot. Kinderen willen niet met me spelen. Noemen me raad en wijzen me na. De enige die me wat kan schelen, die is er nooit, dat is mijn pa. Mijn moeder kan me niet verdragen. Nou doe ik iets voor haar goed. Om liefde hoef ik ook al niet te vragen. Scheld is alles wat ze doet. Geen wonder dat mijn pa is van varen. Ik mag niet mee, ik ben te klein. Ik moet het in mijn eentje klaren. Tot die ooit weer terug zal zijn. Had ik maar iemand om van te houden. Waarom ga je niet met me mee? Ik ben toch ook nog maar een kind. Kan het niet helemaal alleen? Misschien dat ik ooit het gelukkig vind. Maar hoe, dat is een groot probleem. Had ik maar iemand om van te houden. Hurry, my, all time.
het moment dat Tante Jans in beeld kwam, werd ze weggedrukt. Tante Jans. Hey, doe eens even overnieuw, want je hebt zo'n klein rolletje. Hoppakee, gaat-ie. 1, 2. Ah! Kijk eens, wat ontroerend. Ja, van de film. Nou, Willeke, dat moet jou goed doen, hè? Nou, ik heb heel hard op blijf gedrukt, hoor. Jij hebt op blijf gedrukt? Ja. Ja, natuurlijk. En Theo op weg, zag ik. Theo, waarom? Wil je zo dicht bij de microfoon praten? Ik vond het zo dicht bij 3 minuten komen. Ja. En de anderen moeten nog maar zorgen dat ze daar komen. Dat is waar. Ja, je hebt het spel helemaal door. Je hebt het spel helemaal door. En Tim Jacobs? Nou, ik vind 2:50, want dat is het geworden, zelfs iets meer. Dus zeg maar 9 seconden vanaf het maximum. Vind ik, dacht ik, een hele mooie tijd voor iemand die het ook heel goed deed. Wat ik bijvoorbeeld heel goed vond, was dat ze zei, ik kom nog 1 keer opnieuw op. Want dat is heel essentieel, heel belangrijk, om nog een keer echt, wat je noemt, de start te maken. Maar ik vind dat we aan de andere kant goed op moeten letten, dat we, omdat we Danny de Munk fantastisch vinden en het liedje zo verschrikkelijk goed vinden, dat we ons niet te veel laten leiden door dat succes van het liedje. Ja. En daardoor eigenlijk alles wat met Danny en met dat liedje te maken heeft, meteen tot het maximum gaan waarderen. Ik vind dat het met 2:51 gewoon heel goed beloond is. En dat ze daarmee gewoon heel duidelijk heeft gescoord. En heel duidelijk wij hebben gebleken dat we het leuk vonden wat ze deed. Oké, dankjewel Pim. Eén ding, je hebt bloemen gekregen, die mag je pakken. Hoe kom je aan die broek? Dat intrigeert me. Dat is van mijn opa geweest. Van je opa geweest? Zo, dat vind ik toch even de moeite waard om te weten gewoon. Een broek van de opa aan. Hé, pak je bloemetjes gauw, want die heb je verdiend. Ja. En Tante Jans ook bedankt, hè. Klein rolletje, maar leuk rolletje. Ja hoor. Siske, je bent klaar. Ze gaat echt de show stelen. Volgende, dames en heren, thuis is een groep. De groep Nena. Het is een Duitse groep en dat is zeer populair. Daar komen ze aan. Nena, 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 ja, je bent even te laat eigenlijk, hè? Kijk eens aan, hier is jouw playback microfoon en je hebt ook allemaal telegrammetjes, maar ik wil eerst eventjes weten waar je vandaan komt. Kessel. Kessel, met een zachte G. Ja. Dus je komt uit Limburg. Ja. Helemaal naar Medemblik toegekomen. Ja. Vind je de mensen aardig hier? Pas op als je het niet zegt, hoor. Natuurlijk. Tuurlijk. En je hebt de hele groep om je heen geformeerd. Waarom is dat? Kon je het niet alleen? Alsjeblieft. Was het moeilijk om een hele groep bij elkaar te zoeken? Durfde je niet alleen? Jawel, maar met een groep is leuker. Met een groep is leuker? Ja. Ja, dan kan ik me dat best voorstellen. Ze hebben ook zelfgemaakte instrumenten, maar ik zie daar wel een echt drumstel. Drum jij ook of niet? Moet je kijken. Stokken van die jongen. Dat lijkt wel biljartkuien. Dus je bent geen echte drummer, hè? Nee, je doet maar alsof. Maar dat geeft toch niet. Je mag even de telegrammetjes ook voorlezen. En dan gaan we snel beginnen. Nena, heel veel succes. Dan doet Cheng de rest. Veel succes, Boutique Ramram. Wanneer wordt de Playbackshow nou eens gepresenteerd door een knappe presentator? Nou, vind ik niet zo'n aardige. Maar goed. Of staat dat er niet? Nee. En veel succes, leerlingen en personeel. Her en Oom Molenbossen. Ach, wat schattig allemaal. Ik neem ze voor je mee, want jij moet je best gaan doen. Hier is Nena! Slam.
Dus het is niet slecht. Het is een goede score. Ja, 2 minuten 16. Ik zie het goed staan. Nena, Pieter Schön, blijven ze hier even steen. Hè? Want we willen gerne horen wat de jury van de zakken haast. Ja, ik zou zeggen, dan maakt niet uit wie je wat gaat zeggen. Maar Willeke, jij hebt gedrukt. Ja, ja. Oh, is dat een enthousiaste fans op de achtergrond? Nou, nee, ik vind het ontzettend leuk playbacken en heel leuk doen. Maar ik vind als je een groep meeneemt, dan moeten die toch, op zijn minst, moet ik het gevoel hebben dat ze met muziek bezig zijn. En voor mij sprongen ze te veel meer in het rond. En dat is heel jammer. Want het moet toch één geheel zijn als jij een hele groep meeneemt. Ja, ja. En daarom heb ik gedrukt eigenlijk. Ja, maar Nena is springerig hoor. Ja, maar ik heb het ook toch over de groep. Als je dus al die mensen die instrumenten bespeelt ook meeneemt. Dan moet ik het gevoel hebben dat ze met muziek bezig zijn. Ja. En dat had ik dus niet. Nee. Wat jij namelijk deed, Henny. Ja. Want jij zat met de tamboerijn daar aan de kant. Dat was nou precies wat ik eigenlijk graag van de drummer ook had willen zien. En dat deed hij ook in het tweede gedeelte wel. Toen trok hij wat je noemt bij. Ja. Maar als je zegt van nou, ik wil het net zo doen als een popgroep dat doet. Ja. Dan vind ik ook dat je zo die instrumenten moet bestuderen. Dat je dat eigenlijk, dat wil ik al zeggen, het idee hebt dat die man bezig is, hè? Ja, ja. Die drums te spelen. Ja. Nou, dat zijn allemaal details. We hebben dus eigenlijk ook op de muzikanten gelet, want dat moet je doen. Niet alleen op de solist. Tuurlijk. Iedereen is belangrijk in zo'n groep. En ik dacht dat we het eigenlijk alle drie met elkaar eens waren, want het was vrij eensgezind wat er gebeurde. Ja. Dus van Willeke was het een ietsje te springen, maar jij bent natuurlijk ook Marco Bakker gewend, hè? Ja, dat is logisch. Maar de hele groep is wat springerig, ja. Goed. Nee, de instrumenten. Ja, ik begrijp, die begrijp speel je niet zo. Ik begrijp het. Nena, niet zo springen meer, meid, voortaan. Hey, bedankt voor je komst, hè. De microfoon wil ik graag terug hebben. Ja, Nena! Hey! En dan nu, dames en heren, u heeft het misschien in de eerste uitzending gezien. De Sound Mixer TV-test. En ja, daar hebben we zo ontzettend veel reacties op gekregen. We hebben er maar een beetje een leuke kopie van gemaakt. Dit is hem in het groot. De Soundmixer TV-test. U weet nog wel, de eerste uitzending, die jongen die voortreffelijk zong en dat meisje. En we hebben nu weer iemand gevonden die met een jongensstem een meisjesstem doet. Ik kan het bijna niet volgen, maar hij is ontzettende fan van Mackie McNeil. En hij heet Gerard Joling. Gerard, kom maar even bij. Hallo Gerard. Jij bent inderdaad een heel groot fan van Mackie McNeil, hè? Ja, ik vind het een fantastische zangeres in ieder geval. Ja. Het is jammer dat we de laatste tijd niet zoveel meer van haar horen. Ja. Maar ik denk dat daar wel weer verandering in komt. Maar jij gaat het nu eventjes waarmaken, want de Soundmixer TV-test is een nieuw onderdeel. En je weet het, je kunt het schrijven naar Postbus 9000 in Hilversum. En we zoeken allemaal mensen die goede stemmen hebben. En wij zorgen dan voor de officiële muziekband. Ik zal even kijken of de cassette erin zit. Even kijken. Is het de cassette dan, hè? Het is natuurlijk nep, maar hij ziet er leuk uit. Zo, even in. 2 lumpia's en een frikandelletje speciaal meenemen. Ja, hij doet het. Hij moet even blijven, maar dat maakt niet uit. Dus, hallo. Nou, als de microfoon dat maar doet, dat is het belangrijkste. Gerard, probeer eens. Hallo, hallo. Hallo. Want je zingt namelijk zo ontzettend hoog. Mag ik even iets horen van je? Hoor je het nou? Hij is een kleine jongen van 7 jaar een keer over een hekje gesprongen. En dat was hoger dan hij dacht. En je ziet hoe het afgelopen is. Maar je hebt er succes mee, hè? Okay. Laat even een stukje horen. Doe ik. Goed, oké. Succes. Hij komt uit Skagen. Waar in de wereld je ook bent. Je denkt terug aan dat moment. En weet niet waar je het van kent. Maar opeens herinner je je weer. Er was een eindeloze sfeer. En die heerst er telkens weer. Kom aan! In Amsterdam, Amsterdam. Er is voor alles.
ben je werkelijk nooit alleen. Je vindt een deel van iedereen in alle dingen om je heen. Hier voelen zich alle mensen blij en in hun doen en laten vrij, met het gevoel je hoort erbij. Kom op! In Amsterdam, Amsterdam, er is van alles aan de gang. Amsterdam, Amsterdam, iedereen die weet ervan. In die stad waar heel de wijde wereld jou begroet, vind je dat wat je zoekt. Ik vond het zo leuk. Medemblik, Medemblik, daar is je dikke mik. En dan te bedenken dat er een paar duizend mensen zo staan te duwen om allemaal een blik op te vangen. Maar dat geeft niet zo heet de stad eenmaal. U weet het dus, dames en heren, de Soundmixer TV-test. Postbus 9000. En dat geldt ook als je wilt playback horen. Kun je ook naar dezelfde postbusnummer schrijven. Postbus 9000 in Hilversum. Want we gaan lekker door met de Playbackshow. Dankjewel Gerard Joling. En dan gaan we verder met de Parelvissers. Ja, yeah, de Parelvissers. Met ongeveer, nou, een pak weg. Nou, maar zo'n stapel, dat hou je niet voor mogelijk. Dat is toch ook een parelvisser? Dat is er ook eentje. Jullie zijn met z'n tweetjes, vertel eens even. Nou, het is allemaal begonnen met een geintje, zoals allemaal, denk ik. Het begint met een geintje, maar het loopt uit in een televisieprogramma, hè? Het loopt heel erg uit de hand, ja. Ja, ja. Hey, de parelvissers hebben we nog nooit gehad. Hoor je dat? Willeke, de parelvissers. Ja, leuk, ja, 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 heel leuk. Stijl, ja, hè, ik vind het ja, heel knap, de stijl. Hoor. De parelvissers hebben we nog nooit gehad. Dat is toch vaak jongere muziek. En jullie zijn toch ook niet zo oud, hè? Nee, nee, dat zijn we niet. Nee, wacht even, even kijken. Kijk eventjes. Nee, het zit goed. Nee, prima. Hé, hey, en wie is hij? Wie ben jij? Ik ben Rinus Dost, uit Best. Rinus Dorst? Dost, ja. Zo zeg. En ja, hè? Ik heb het wel, maar ik ben het niet. Ja, precies het. Nou, het is niet te zien aan je, hoor. Nou, zijn er leuke telegrammen bij of zeg je van ik ga liever beginnen? Nou, ik wil er eentje voorlezen. Ja, en dat is Parelvissers, heel veel sterkte en succes. Je collega's van het beste hotel van Eindhoven. Zo zeg, van het beste hotel van Eindhoven. Ze hebben er maar één, dus dat zal er wel goeie zijn. Nou jongens, succes! Zeg, laat de act maar zien, want ik ben bijzonder nieuwsgierig geworden. En wat ik al zei, nog nooit gehad. Moet kijken hoeveel telegrammen. En kantkoeken, en gevulde koeken, en spritsen, en kano's. Alles sturen ze naar de KRO. Ook eens Postbus 9000. En dit is die fantastische act. Ik hoop dat je ze met veel applaus ontvangt. De Parelvissers. Respira, 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 respira
weer de bloemen af en aan met een boot en een echte wegwerphengel. Met parels eraan. Oh, je molentje. Hey, pas op, want je geeft bijna de jury een klap. Theo Stokking. Dit vond jij leuk. Je hebt zitten lachen. Ja, wat belangrijker vind, dat ik het leuk vind, dat ik zie dat zij het ook leuk vinden. Ja. En dat zag ik eraan af. En daarom vond ik het erg leuk. Ja, ik vind het allemaal leuk om te doen. Ja, ik vind het allemaal leuk, Willeke. Ze vinden het allemaal leuk om te doen. Ja, zeker. Ja. 3 minuten voor de televisie komen is toch leuk, hè? Ja. Ja, ik was het er niet mee eens. Ja, vond je het minder dan? Hè? Je wordt natuurlijk gek van die muziek elke dag, of niet? Nee, helemaal niet. Oh, nee. Dat niet. Ik vind dat ze toch nog... Ik vind het ten eerste moedig dat er eindelijk opera gebruikt is. Dat vind ik echt fantastisch. Ja. Vind ik echt, want dit is veel moeilijker. Maar ik vind, wat die andere betreft, kon ik vaak niet goed zien dat hij echt de woorden gebruikte. En iets te veel persiflage vond ik, te makkelijk. Want je hebt heel veel dingen van operazangers die je kan gebruiken om het echt perfect te maken. Maar het was te veel heen en weer, wat ik gewoon jammer vind. Ja, ja. Pim die kijkt er wat zorgelijk bij. Die nee, helemaal niet, want ik heb me zeer geamuseerd. Je kan namelijk met zo'n playbackshow 2 kanten op. Of je kan zeggen, ik benader het van de serieuze kant en leef me helemaal in en doe het dan zo perfect mogelijk. Of je zegt, jongens, laten we er maar een potje van maken. En de heren hebben dus zowel, dacht ik, het lipsynchroon wat het dan moet zijn. Alhoewel de woorden dan misschien, dat kan ik best eens zijn met Willeke, niet helemaal eruit kwamen. Maar in ieder geval, wat ik zo zag, was behoorlijk gelijk. Maar ik vond het opkomen met werphengels en rubberboten en al dat soort gein erbij, vond ik gewoon ontzettend leuk. En ik denk dat het gewoon 3 minuten hele leuke televisie is geweest. En daar zitten we toch voor. Daar zit je voor, Pim. Heel goed gezegd. Hey, dankjewel, de Parelvissers. Ja. En dan nu... Een meisje wat als jongen speelt, wat normaal gesproken als meisje speelt. Namelijk Boortjes van de Culture Club. Hier is je microfoon. En wat ben je mooi uitgedost. Wie heeft het allemaal gedaan? Wie heeft er allemaal aan meegewerkt? Nou, oude bekende van mij. En pruik heb ik zelf gemaakt. Ja, de rest is allemaal zo bij elkaar gezocht. Ja, want de Boortjes ziet er zo typisch uit, hè, kan ik wel zeggen. Ja, klopt. Ja. Wat ga je van hem doen? Een vriendin van mij heeft een medley gemaakt van 3 nummers. En ja, die ga ik doen. Dus vriendin heeft meegeholpen om er een leuke band van te knippen. Ja. Nou, ik ben erg nieuwsgierig. Zijn er echt hele belangrijke telegrammen bij? Ja, eentje wil ik wel even voorlezen. En dat is veel succes van Bebop in Geleen. Voor de rest is van mijn vader en mijn moeder erbij. Schattig, ja. Lief. Ja. Kortom, de hele familie die leeft met je mee. Jij gaat hier staan als Boy George in je eentje en dat valt niet mee. Succes, ga op je stipje staan. Hier is Boy George. Ik I listen to your lies, would you say
Leo Stokking. Ditmaal gekleed in een paasjasje. Ja, ik schaam me diep, maar het begon me te vervelen. En Culture Club bestaat uit meer leden. Ja. En ik vraag me af, als je dan zoiets komt doen, zoek dan iemand uit die alleen kan uitbeelden. Ja, Boy George of je moet er heel gek van zijn natuurlijk. Ja, dat is het. Dat, is dat zal dan wel. Ja. Maar het blijft voor mij een soort carnavalsprestatie nu. Ja. Ja, nou, dat vind ik niet echt aardig van je, Theo. Ja, we zijn er niet om aardig te zijn natuurlijk hier, hè? Nou, als jury, of wel? Nou, een aardige, rechtvaardige jury zou aardig zijn. Ja, die zitten er ook dan. Ja, nou, ik vind dat wij er wel iets aan toe moeten voegen, want nou krijgt Theo eigenlijk alles op zijn hoofd. Ja, en jullie terwijl kunnen ook op eigenlijk alle drie met onze handen bij die knop staan. Dat dus als er dan kritiek is van wie dan ook, dan moet het naar ons alle drie toe gaan. Ja. Maar ik ben het wel met Theo eens dat, hoe goed ze het ook heeft ingestudeerd en heel goed gekeken heeft naar alles wat er moest gebeuren. Ik blijf hier bij mijn vorige standpunt. 3 minuten televisie. Ja. Pak even het andere microfoon. 3 minuten televisie is al lange tijd. Ja. En dan moet je ook 3 minuten weten te boeien. En ik vond dus 2 minuten of 2 minuten 20 gewoon een mooie tijd. Goed, nou dankjewel. Gelukkig. Je bent niet teleurgesteld, hè? Nee, je bent voor de televisie geweest. En we hebben wel geloof ik 20, nou ik denk wel 40 Cultures Club gehad. Dus je bent op de televisie geweest. Dankjewel voor je komst. Boy George! En dan weer de laatste groep van vanavond, de darts. Ik zet al wat microfoons neer. Moet je eens even kijken. Ja. Want Mies Bouwman heeft allemaal studenten voor nodig, maar ik doe alles zelf nog. Zie je het? Zie je? Ik doe alles zelf nog. Staat het goed, jongens? Nee, dat moet weer daar staan en dat weer daar. Ik heb er ook geen verstand van ook, hè. Had ik maar studenten in dienst moeten nemen. Vertel even, jongens, waar jullie vandaan komen. Uit Zeist. En uit Zeist! En waarom de darts? En hoe kom je aan die mooie glimmende jasjes, jongens? Geleend. We moeten morgen weer terug. Die zijn van de carnavalsvereniging. De slotnarren, waar wij ook uit voortkomen. De wat? De slotnarren. De slotnarren. Is dat een beetje een gezellige ploeg, of niet? Heel gezellig. Ben je ook een slotnarretje? Een heel kleintje, maar ik hoorde wel. Een gezellig slotnarretje erbij. Jij hebt een hoofdrol. En jij nog eventjes wat vertellen? Ja, wat moet ik vertellen? Nou, vertel jongen hoe je aan die jasjes komt, want hij zegt dat je ze geleend hebt, maar volgens mij heb je hem gekocht. Kijk eens, ik zie het. Er zit een KRO-stekker in. Ja. Hoe lang zijn jullie bezig geweest? Gaan we van jou toe? We repeteren vanaf januari dit jaar ongeveer, in verband met de carnaval. En toen zijn we 1 keer in de week begonnen met repeteren. Ja. En dat doen we nu nog steeds. Wat extra gerepeteerd voor deze uitzending? Uiteraard, ja. Gespannen een beetje? Weet je wel, ja. Weet je wel. Is niet nodig. Het publiek is aardig. Jullie zien er goed uit. De slotnarren, oftewel de darts. Come back, my love. Don't go away. Come back, my love. Come back to stay. I love. Do the wang, do the wang, do the wang. Oh, won't you come back, my love? Don't go away. I need your loving every day. I love you so well. I want you to know I need your love so badly. You said goodbye. I wondered why. All because of those silly lies. I love you so well. I want you to know I need your love so badly. Everybody makes big mistakes in being
second, give me a chance, oh baby. I pawned back my love, babe, don't go away. I need your loving every day. I love you so well, I want you to know. I need your love so badly. I need your love so badly. Baby, I need your love so badly. Bop-bop-beef with you, ain't gonna make no bones. Bop-bop-beef with you. 2:45. Jullie hadden nog een klein stukje bij, omdat dat niet helemaal 3 minuutjes was. En dat mag natuurlijk om het op te vullen. Wie heeft er gedrukt? Stocking! Hadden we helemaal niet in de gaten. Oh. Ja, ze zijn erin getrapt. Ik riep nog, druk nou, als je het wil laten. Ik wilde niet drukken. Ze wilde niet drukken. Ja. Die stocking, hè? Ik vond het heel aardig, hoor. Ja. Perfect. Ik vond het geweldig. Alleen, in de acrobatiek schoten ze tekort, vond ik. Ja. Nou, ik zie jou ook niet zo'n koprol maken, Theo, sorry. Ja, ik zou het ook niet kunnen, maar daar gaat het nou niet om. Nee, daar gaat het zeker niet om. Hé, hey, Willeke, waarom ben je zo teleurgesteld? Nou, omdat het is me door mijn vingers geglipt dat hij gedrukt heeft. Ik heb je nog gezegd. Hij zei tegen mij drukken, toen zei ik van nee, niet drukken. Hoe bestaat het, hè? Hoe bestaat het dat er iemand vlak naast je zit te drukken dat je niet merkt, hè? Nee, hoe ben je het voor elkaar? Maar toch een mooie score. Alle luchten die ik verspreidde, maar niks hoor. Nee, ik vind het namelijk dat het, ze allemaal zo goed zijn. Dat vind ik ontzettend knap gewoon, van zo'n groep. Ik moet stuk voor stuk. Ik moet je zeggen dat ik niet eens op die tijd heb zitten letten. Dat is misschien een goed teken, hè, voor de groep. De plenaren zitten kijken en vond echt goed. De Playbackshow is een programma, moet je ontzettend opletten. Babylonie is dat iets minder. Zitten dus 3 slaapwandelaars hier. Nou, ik zat even te genieten en foutenboel, hè? Foutenboel, nou ze hebben maar het goed gedaan. Oké, stocking. Theo. Nog een telegram, heeft het nog zin, denk je? Nou, eentje dan heel snel, hoor. Heel veel slotnarren uit zijn, zullen naar jullie kijken. Veel succes toegewenst door Weverhoek, voorzitter Carnavalstichting De Slotnarren. En er zitten wat van die slotnarren daar, hoor, in Zeist. Oh, jongen, niet te geloven. Jongens, neem de microfoon mee, dan gaan we voor thuis even kijken wat het allemaal inhoudt. Nou, u ziet het, hè. De Parelvissers staan op de eerste plaats. Op de tweede plaats, Siske de Rat. En de derde is dan voor de darts. Ja, zo zit het. Dus kom even aan. Allemaal het podium op. En dames en heren, in Medemblik geef ze een applaus, want ze hebben zo hun best gedaan. Ja. Kijk eens, alle kandidaten. Jongens, lachen, want je bent nog in beeld, hè? Je bent nu nog in beeld. Daar komen de bekers aan. Daar komen de bekers aan. Die mag ik aan jou geven natuurlijk, hè? Aan de enige dame, de derde prijsbeker. Mag ik even een reactie? Geweldig. Geweldig, echt op z'n slotnaars, hè? Op z'n slotnaars, of slotnaars, hoe heet het nog weer? Slotnarren. Slotnarren, dat bedoel ik. De bloemen worden gegooid. En dan komt hier de tweede prijsbeker. En die is natuurlijk voor Radke de Sis. Siske de Rit. Radke de Sis. Niet voor mij, hoor. Henny wordt er geroepen. Hallo, tante Jans, blij ermee? Heerlijk. Wat een klein rolletje, maar toch de tweede prijsbeker, hè? Geweldig. Nou, jongens, dik verdiend, hoor. Trouwens, dat geldt voor iedereen, hoor, om hier te gaan staan. Theo Stocking, Theo? Dag Henny. Hartstikke leuk dat je bent gekomen. Ik wil je nog even bedanken. Theo Stocking, dames en heren, heeft in de jury gezeten. Ik denk dat het ook de enige keer is dat hij nog is. En daarnaast Willeke van Almerooi, die was heel erg aardig. En Pim Jacobs. Ja. Dankjewel. Zo, en u weet het, hè? Je kan je nog steeds aanmelden voor de Playbackshow. Postbus 9000, ook Soundmixer TV-test. Dit is die grote glimmende beker. En die is voor de Parelvissers. Mooi, jongens, hè? He? Mooie beker, hè? Oh, ik heb 1 diploma thuis. En dat is zwemdiploma. En dat gaat nog eens goed. Kun je nagaan. Hé, hey, er blij mee, jongens? Ontzettend, ontzettend, ja. Formidabel dat ik ermee heb mogen maken. Geweldig. Oké, okay, ik ben blij dat je zo enthousiast bent. Nou, dan gaan we op de traditionele manier afscheid nemen. Niet eerder voordat we even de voorrondes hebben gezegd. Dat moet ik allemaal uit mijn hoofd doen. Dat is morgenmiddag in Roosendaal. Dat is morgenavond in Handel. Dat is, morgenavond, ja, in Handel, ja. En dan overmorgen in Gent. En dan woensdag in Landsmeer. Het kan ook zijn dat ik alles om elkaar gooi. Maar die voorrondes zijn gezellig. Kom even kijken. En Medemblik, bedankt, hè. Eventjes lekker zijn, hè. En dezelfde kant op, jongens. Kom op. Hey. Maar wie zou dan?
somebody's hand. Make this world a better place if you can. Reach out and touch somebody's hand. Make